dat je kijkt naar deze weekvlog. Hey, wij doen met school doen wij een wedstrijd en Lenton. En Lenton is een duurzaamheidswedstrijd en wij zouden natuurlijk heel graag willen winnen, maar daar hebben we wel jullie hulp bij nodig. Wij zijn van het Vimbio Maasland. Ik ben Mila. Ik ben Matthijs. Ik ben Fabienne. En ik ben Joost. Ons project heet Groen Groen. Dat het in zonnepanelen op het dak, elektrisch koken in het kookelokaal en moestuintjes op het schoolterrein, waarmee we koken. Ik zet de link hier beneden in de beschrijving. En als jullie dan allemaal even massaal op onze pa willen stemmen, want die is er altijd bij Bart Paard en die heeft al ontzettend veel voor ons gedaan. Dus het zou super tof zijn als jullie haar willen helpen. Vandaag, zaterdag. Ik ben stil aan het fietsen. Een beetje koud. Toch heb ik mijn jas uit. Mijn jas zat niet zo fijn. En je hebt je nieuwe. Water! Pesta! Van? Go Shoshu! Oh ja, Tessa toch! Hè? Niet vergeten. Doet strootbel. Ja. Oh, gelukkig. Oh, ik krijg hier een baardje dan. Ja, je mag er wel weer scheren. Ja, dan moet je hem uit de auto halen en dan moet je hem even de baard afscheren. Moet hem ook opladen. Is die niet opgeladen? Nee. Volgens mij wel, er ligt nog extra batterij bij. Oh. Dus het kan wel. Nou, we zitten er inmiddels op. We zijn opgezameld. Hier komt het monster voorbij gereisd. Het is net heel druk in de bak. Nu valt het wel mee. Die komt op vooral, dank je. Het waait heel hard buiten, dus we hebben toch maar besloten om binnen te rijden. Dat is dan toch lekkerder dan dat je van je paard afwaait. Dat is niet zo fijn. Nou, ze is samen met een vriendinnetje een spelletje aan doen over het balkje heen. Waar is het vriendinnetje? Kom maar even opzij. Zo. Waar is het vriendinnetje? Evelien met Calypso. Zo, Tess als ik hebben gereden. Was lekker. Het woeit buiten heel hard, dus ik kon niet buiten rijden. Maar een hele chill, rustige zaterdag. Het is vandaag zondag. Het is middag. We waren vergeten om te lunchen. Dus we hebben worst. En taart. En brood. Heel veel. En wat gaan jullie doen? Rijden. Ik word maandag geopereerd aan mijn kaak. En dat ging opeens weer heel plotseling, dus heel weinig tijd. Dus Elisa is vandaag zo lief om voor mij op vrouwtje te rijden. Ik vond het superleuk, want we hebben weer een keer erg hoog gesprongen, vond ik zelf. En ik vond, ja. Dat was een leuk. Ging goed, hè? Ja. Je was blij, hè? Ja. Pony ook. De bel heeft in één keer. Pony ook blij. Nou, dames en heren, we zijn hier bij het circus aangeland met Pony Bella. En daar is de clown. Hallo, clown. Wie ben jij? Wie ben jij? Ze zegt niks. Zijn er nog meer clowns? Ah, er zijn nog meer clowns. Hallo? Ben je ook voor de week vlog? Ja, er is een rare man die is leuk. Aan het filmen. Dus we moeten de aangifte doen. Aangifte? Nou, ik zei nog tegen Rebecca, het is hier verboden voor onbevoegden. En raad eens wat ik ben. Ik ben onbevoegd. Oh, wegwezen dan. Wegwezen, dat zei ik ook al, maar voor dit keer was ik bevoegd. Ja, oké. Je bent de controleur, inspecteur enzovoort. Ja. Ik zal zo eventjes Henja. Nou, mijn telefoon die maakt van Henja, maakt ze wat anders als ik app. Dan zegt ze Hema. Hema? Hema.
Dan moet ik even inspecteren of ze niet te veel eet. Onze Hema. Interesseert de Hema volledig niet. Nou. Oh, ben jij al klaar? Kom. Ik schaam me. Je schaamt je? Ja, wat is hij er allemaal aan het doen? Nou, anders praat jij eventjes. Moet ik praten? Ja, even. Mijn vader is vandaag een beetje gek. Is dat goed? Wat ga je doen? Vertel eens wat je aan het doen bent. Het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Nou, woensdag. Morgen is Valentijnsdag. En ik ga vandaag rijden op Bella. En ik heb er heel veel zin in. Nee, mijn moeder die is thuis, dus ik moet mijn vader. En af en toe kan hij een beetje raar doen. Laat even in de comments weten of jullie vader of moeder af en toe wel eens raar doet als je op de manege, nou als je naar de manege gaat. Gepoetst zit, dan mag hij uit. Hij mag uit. Wat? Hij mag uit. Waarom? Mag niemand dat zien hoe jij poetst? Ze hebben al 10 keer gezien hoe vaak je poetst. Dat vinden ze prachtig, joh. Kijk, dat vinden ze nou leuk, poetsen. Tessa aan de arbeid. Tessa aan de arbeid? Dat is arbeid überhaupt. Arbeid is dat je aan het werk bent, dat je dingen doet. Kinderarbeid? Nee, dit is vrijwillig. Kijk, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Hè? Doe dat nooit, kinderen. Doe dit nooit thuis. Ga nooit tussen het voer van een paard staan en een paard zelf. Doe dit nooit. Doe het niet. Dan pak ik wel een verzuimtje. Ik sta nu tussen het paard en het eten. Nee, je staat achter het voer. Van mij. Kusje dan. Kusje dan. Kusje dan. Die wil je toch? Ga maar springen. Met jou. Zo. Zo, en ze heel deze pot van mij. Nou, ik begin wel langzaam te begrijpen waarom het zoveel tijd kost op de manege. We zijn hier nu precies 3 kwartier. Dat kan niet. En wat hebben we nu gedaan? We zijn hier 5 minuten. We zijn hier 3 kwartier. We zijn hier 5 minuten. En we hebben de spullen gepakt en dat beest snoepjes gegeven. We zijn ook naar de spelers geweest. We hebben spullen gepakt. We hebben wel snoepjes gegeven. Jij hebt gepraat met Christine 10 minuten lang. Maar waarom rij je dan nog niet? Nou, dit wordt een hele saaie video dit. Heel langdradig. Hoe lang? Langdradig. Zo, jezus, kapot joh. Kom op. Pak dat zadel, gooi het erop. Hop, hop. Ik moet nog poetsen. Ja. Misschien kan je moeder fast forward doen. Zo, nou, genoeg gepoetst. Ik heb gehoord, Henja is op dieet. Als ze eten krijgt, dan ze niet meer te houden. Zo. Als ze weer aan het opzadelen zijn, krijgen ze piks. Altijd. Altijd als je aan het opzadelen bent. Oh, als jij bent. Ja, ik moet weer even filmen, want Tessa kent een mop. Je vertelde net een mop tegen mij. Kun je het even herhalen? Waarom kan een ei niet bevriezen? Nou? Nou? Ik zit een dooier in. Nee, maar je vertelt iets van Obelix. Je moet. Oké, hoe vaak heeft Obelix in Bella's stal gestaan? 3 keer raden. 15 keer. Nee. 3 keer. 6 keer. 3 keer. 3 keer? Ja, 3 keer! Nee, ik moest er echt op lachen. Dit is echt heel leuk. Kijk maar. Lachen! Lachen! Nee. Jongen, jongen. Clown Bassie. Nou, er is ook nog een hele andere leuke.
Bix, Bix, Bix. Mijn moeder is een... Flix? Dat gaat nergens op. Flix? Mix. Moeder is een mix. Hey, ga maar op je pony rijden, kom op. We zijn hier nu anderhalf uur. Ja, ik ga nu op mijn pony rijden. Ze zijn eindelijk opgezadeld. Ik ga even mijn laars aan doen. Ze gaat nu de laars aan doen. Beetje vervelend. Nou, ze hebben beide hun hoed op. Ze kunnen aan de slag. Je ziet er een beetje belachelijk uit, Bel. Sorry. Jij ziet er belachelijk uit. Zo, bek open. Hier, dan moet ze de mond open doen. Zie je? Nou. Niet op mijn oren. Nou, zo is het niet goed hoor. Ja, dan ga ik even afsluiten. Ja, die Tessa die is af en toe net een clown. Of een acrobaat. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar ik denk dat ze meer talent heeft voor een clown dan voor een acrobaat. En Bella doet vrolijk mee. Oh, dit was de uitgestelde pas. Ja, van uitstel komt afstel. Ze probeert het nog een keer. Nou. Namelijk, als er een balk ligt in de bak, dan moet ik er overheen. Waarom ligt anders die balk? Ze heeft iedere keer een andere techniek om over die balk heen te gaan. Nou, dames en heren, dan komt ze nog een keer. Gaat ze over de balk. Let op, dan komt ze hoor. Gaat ze over de balk. Ja. Komt met moeite. Precies te zijn, 6:30. Ik wil bijna 9 zeggen, omdat het 19 wordt. En ik ga nu weer naar huis toe. En dan zie ik jullie morgen weer. Met mijn vader. Dag, tot morgen. Tot morgen, doei. Joehoe. Ga je heus niet slaan, hoor. Joehoe. Vertel even dat het vrijdag is. Nou, het is vandaag vrijdag. En het is hartstikke lekker weer. Dus dekentjes af en lekker poetsen. Oh, en ik ga straks weer springen met Verona in de springles. Nee. Weg. Nou, met deze dikke pony gaat het ook weer goed. Ik heb er weer twee of drie keer opgezeten en ik heb 2 keer gelogeerd. En ja, dat ging wel heel goed, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik doe dat met dubbele lijnen en dan ze ringen galop heel te rennen. Dat vindt ze moeilijk. Ik heb vandaag weer springles. En het is heel erg warm. Dus dekjes af. En het korte mouwen. Ik wist niet dat het om dit tijd van het jaar zo warm kon. Ja, ook niet, Abel. Hoe heerlijk, jongens. Het is februari. Genieten van het zonnetje. Goed die hoek door. Goed, opvangen. Handen laag, hij mag niet harder. Goed.
Hey Tess. Heel goed. Ja. Je laat ook gewoon zien wat ik vroeg van je. Daar ben ik wel een beetje trots op. Ik ook. Nou goed. Ben je iets te voorzichtig? Voel je dat? Ja. Beter. Dit is uitstekend. Uitstekend. Maken we weer wat dragend daar? Ik heb heel lekker gesprongen. Ze deed het. Kriebel anders. Ze deed het bijna vlekloos. Daar ben ik echt heel blij mee. We hebben vandaag ook wat hoger gesprongen. Ja, ik ben gewoon overdonderd dat het zo goed ging. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. De rode knop hier beneden. Of die staat daar ergens. Ik weet niet meer waar die staat. Hij staat hier in ieder geval ergens. Ja. Ik klik dan ook gelijk op het belletje. Belletje heel fijn. En dan kan je niet, dan kan je geen één video van ons missen. En ik denk dat het best wel fijn is. Morgen zie ik jullie weer bij een nieuwe video. Doeg!